In de Herenstraat in Poenda is gisteren een uitslaande brand gewoed. De brandweer is daarbij massaal uitgerukt en ook vanuit de Sint-Annabaai werd er geblust. Uiteindelijk zijn twee leegstaande winkels uitgebrand. Ook het pand van Freeport Jewelers heeft brandschade opgelopen. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht. Gisteren heeft een sportvliegtuig met de naam Wings for Aid een noodlanding moeten maken op de vlakte van Hato. Op dat moment gaf het vliegtuig een demonstratie aan pers en vrienden. Wings for Aid kan internationaal ingezet worden voor de levering van noodhulp. De noodlanding vond plaats enkele honderden meters naast luchthaven Hato. Niemand raakte gewond. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren drie personen vrijgelaten die werden verdacht van de moord op Ricendi Bernardes. Die werd vermoord op 5 januari op de Rooseveltweg. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de hoofdverdachte uit zelfverdediging gehandeld. Hij zou door meerdere personen, waaronder ook het latere slachtoffer, zijn aangevallen. En daarbij heeft hij een vuurwapen afhandig gemaakt. Met dat wapen heeft hij Bernardes doodgeschoten. Het onderzoek duurt voort. De politie is op zoek naar de 20-jarige Xiomar Winklaar, alias Taito. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een moord op 6 januari in de Kaya Neblina. De politie laat weten dat men op zoek naar Winklaar is en tegelijkertijd stelt de politie dat hij vuurwapen gevaarlijk is. De Raad van Advies is het niet eens met het instellen van een zogenaamde WIP-kamer in de gevangenis. In deze speciale kamer kunnen gevangenen alleen zijn met hun levenspartner. De Raad van Advies maakt in een advies bezwaar tegen het installeren van een ruimte waar gevangenen zonder toezicht bezoek kunnen ontvangen. De Extra meldt vandaag dat afgelopen dinsdag de gevangeniscel van oud-minister-president Gerrit Schotten grondig is gecontroleerd. Daarbij was de hulp ingeroepen van de marine. Tijdens het langdurige onderzoek is echter niets gevonden, zo stelt gevangenisdirecteur Ernie Floran. De vergunning van de bekende Alaska-snack op Berg Altena wordt definitief ingetrokken. De eigenaren zijn in 9 maanden tijd 3 keer gecontroleerd en telkens bleek dat ze zich niet aan de regels hielden, onder meer wat betreft hygiëne. Omdat tijdens een recente controle bleek dat er nog steeds niet was verbeterd, krijgen de eigenaren de vergunning niet meer terug.